Laat ik dat even zeggen. Ik ben in 1969 begonnen in de journalistiek. Dat kon toen nog gewoon via... Ik wist het eerst niet dat het hier het Binnenhof heette. Maar toen ik de uitnodiging nog eens even goed las, toen ik er naartoe ging, dacht ik, nou, dat is nou toch ook toevallig. Deze uitgever, Conserve, die zei van, nou, het hoeft niet over de politiek te gaan. Het doet gewoon over Den Haag, dat is een stad, daar ben je veel. En kijk maar wat je daarvan maakt. En ik kreeg ook nog 3 jaar de tijd, want ik heb natuurlijk hartstikke druk. Maar ja, goed, in die 3 jaar was het verkiezingen, crisis, formatie. Dus na 2,5 jaar zei de uitgever, komt er nog wat? En toen ben ik dus heel, heel hard aan de slag gegaan. En toen is dit boekje ontstaan. Ik vond het heel leuk, heel interessant. Het is leuk om Ferry een keer te horen, waarbij het niet helemaal precies over de politiek gaat, maar over Den Haag en alles wat zich eigenlijk in de periferie afspeelt. Ook heel leuk om te horen, heel veel. Dat hij leuk kan vertellen en dat een beetje boven staan en dat van alle kanten belichten, dat vind ik ijzersterk. En ik denk dat hij daar ook al 25 jaar zit. Ik vond hem luchtig en speels en niet zo diepgravend als ik had verwacht. Maar er is over Den Haag, tenslotte al jarenlang is dat, beter gezegd eeuwenlang is dat een hofstad, regeringsstad, is er heel veel te vertellen. En dit boekje is een soort verslag van een ontdekkingsreis die ik door mijn eigen stad heb gemaakt. Ik ben best geïnteresseerd in wat er zo in en rond Den Haag zich afspeelt. Dus ik hoop daar dingen te vinden die ik nog niet weet. Hoe je het vertelt, vind ik, ja, deed hij heel gezellig en heel menselijk. En ook echt over ook de plek, geheime dingen die we niet weten, die de geschiedenis heel dichterbij brengen. Een reis door de stad en voor mij ook een ontdekkingsreis.